Oké. Kom ik je? Looks like we're traveling. We zijn op Sloterdijk. Pas op voor Busbeuk. Nou, Busbeuk gaat er even vandoor. Hier moeten wij naar boven. Want wat zijn we aan het doen? Wij zijn nu op Sloterdijk. En wij gaan hier zometeen omhoog. Hoe laat is het eigenlijk, schat? Ik denk dat het nu kwart voor is. Kwart voor elf. Kwart voor elf. Dat klopt. En wij pakken hier zometeen een nachtbus. En wat gaan wij dan doen? Wij gaan naar Le Paris. Oui, oui, Paris. Paris! Je m'appelle Laura Ponticorvo et je suis 31. Oui. 31. Et on va marcher dans le centre oui, oui, de Paris. Centre y croissant et du Grand Bogart. En dan naar Rex. Ik zie geen bus, oh, Rex. Rex. Oh, ik krijg geen paniek, Rex. Ik zie geen bus. Nee, want we hebben hier zeg maar ergens... Oh, wacht. Gaat dit zo altijd? Aan de rechterkant, zei die ook. Dus was het hier naar al gelijk? Naar boven en dan naar rechts. Oh, oké. Ik heb alweer paniek. We hebben paniek. Wij gaan even zoeken. We komen zo bij jullie terug. Schat, waar gaan we naartoe? Paris, Paris, oui, oui. Met de Flixbus. Okay, nou. Het is dus nu 5:00. Hij zou dus serieus om 6:15 aankomen. Nu moet je op zoek naar een metrostation. Rijden we überhaupt metro's nu? Schat, ik heb geen idee. In Amsterdam ligt alles gewoon op blad. Wij dachten echt 6:15 aan te komen. En het is 5:00. Dus we zijn echt op een tijdstip aangekomen in Parijs. Dat je denkt... Het is 5:00 's ochtends. Ik ben echt uit mijn slaap. Gaat het? Ja, laat mij inderdaad ook nog een uurtje liggen. Want het is zeg maar... Nou, gelukkig spreek jij vloeiend Frans. Merde. Le métro. Hier, kijk. Loket, een boekje van 10 kaartjes. Een boekje. Shit. Dies rit. Jezus, hoe ga ik het in godsnaam uitleggen? Do you speak English? You speak English? That's no problem. Ik voel me zo'n zwerver. Wij staan voor Le Palais des Congrès, oui. En het is zeg maar 5:30. En het ding is dicht. Nou, daar sta je dan met je goede gedrag voor een dichte deur. That's good. Wij hebben iets ontdekt. Wij kunnen de wereld aan. Zo, ik zie er echt uit als twee spookjes. Waar staan we? Wij staan nu bij La Défense. Grand Arc. Het is gewoon een metrostation, treinstation. Maar het overstappen is hier best wel spannend. We waren net onze laptop bijna kwijt. Laudi werd geblokkeerd en kwam niet door de poortjes. En we stapten net bijna in de verkeerde trein. Tram of een metro? Maar dit, even serieus, dit is toch geen metro? Dit is toch een trein? Is dit een metro nou? Een hele luxe metro. Een trein waar we nu in gaan. Volgens mij is REG een trein. Dus de M1, de M van metro? Hey, we moeten namelijk naar de REG. Het enige vervelende wat je natuurlijk wel hebt, is dat er altijd slecht weer kan zijn. En in dit geval is dat dus hier, want het regent echt verschrikkelijk. Maar goed, dat doet er niet uit dat het uitzicht hier vanaf de Printon is echt prachtig. Je hebt hier dus, als het hier zomer is, kun je hier heel lekker zitten. Heb je hier gewoon heel mooi uitzicht. Het is ons geadviseerd door de broer van Laura. En nou ja, zoals je ziet heb je hier echt uitzicht over de gehele stad. Ja, yeah, I love it. Parijs, I love you. De vingers zijn een beetje koud. Kijk naar die straat hier. Het is hier zo mooi. Al die huisjes en balkonnetjes en plekjes en dingetjes. En we zijn nu op zoek naar de Champs-Élysées. En het is hier ergens vlak achter. Zoals jullie zien regent het wel, dat is een beetje kut. Ja, dat is echt wel een beetje jammer. Maar Parijs blijft mooi, ondanks dat het regent. En dan mag de pret niet drukken, want regen heb je dus eigenlijk gewoon overal in het Libi. Libi's. Overal. Maar goed, dus we gaan nog even een rondje lopen. Zellig. Ik heb een nieuwe schoen op het oog, jongens. Of zal ik toch maar voor deze gaan? Ik denk eigenlijk dat ik die wil. Toch, als ik dit dan weer zie, denk ik echt... Ja, ik ben dan niet echt van de... Maar ik moet wel heel erg zeggen, de winkel is prachtig. Pwimp! Nog een keertje. Oké, harder. Goed zo! Harder! Wow! Ja, dat was hem! Goed zo! Wow!
Ja, wij zitten inmiddels aan tafel. Dit is eigenlijk het enige wat er nog van over is. We hebben heerlijk gegeten. Kijk eens, kijk eens. Een beetje, ik heb vanille. Wat was het? Couscous en lamsvlees. Maar jullie hebben vanille en ik heb geen... Real Hair Online loopt hier levend rond. Welke heb jij? Dan gaan we ruilen. Kijk eens, Larissa. Dan mag ik bij jou arbeid. Wat is er aan de hand? Ben jij verdrietig? Zo mooi ben jij. Kijk nou. Prinsesje. Zo, inmiddels zijn wij op Paris Saint-Lazare. En Saint-Lazare is gewoon een van de gigantische stations hier. Ja, dat is prachtig. Kijk. Bam. Tada. Nou, dan gaan we Parijs weer eens even in. We gaan eens even kijken wat hier allemaal te doen is. En dan straks meer. Dag, schat. Je suis une Française avec une barrette. Een treble Française. Die hebben we gisteren gekocht. Het staat je zo mooi. Oh, het is echt leuk. Ja, het is echt leuk. Ik vind die kleur vind ik prachtig, echt. Oh, ik hou er echt van, Lau. Kijk nou, dat reizen in een andere stad. Vet, hè? Oh, ik vind het zo intens. Oh, je ziet ook mooi die gebouwen zo. Ja, daarom. Het is eigenlijk veel leuker. Leuker zo. We hebben de selfie stick. Ja, sorry, maar de selfie stick is eigenlijk hartstikke leuk. Het is veel te leuk. Kijk die dan, Lau. Hier, hey. Mag ik daar wonen met dit uitzicht? Oh. Want weet je wat leuk is? Hier nou, ja, dat kun je nu niet echt zien, denk ik. Rennen, want er komen allemaal auto's aan. Hey. Bijna dood ervaren. Helemaal leuk. Ja, het grappige is namelijk dat hier... Kijk. Helemaal daar in de verte. Het is de Notre Dame. Bloop. Daar gaan we zo meteen even naartoe. Maar eerst gaan we naar Le Brasserie. Het is weer eens tijd om te eten. Want we houden van eten. Jij moet dan maar wat. Ben je alweer lekker aan het eten, schat? Mm-hmm. Ja. Maar ik heb een tosti met eieren. Nee, maar dan moet je maar heel klein hapje nemen. Want ik bedoel, ik een gamba saladje. Doek met zeepapier. Ja. Op dit moment zijn we bij Centre Pompidou. Het is gewoon een heel vernieuwend gebouw voor die tijd. Het staat al best wel lang. Ik vind het altijd zo hysterisch om te zien dat er altijd 100.000 mensen... Ja, maar Lau, ik besta me echt te verbazen. Moet je kijken over die rij mensen. Oh, mooie stad, hè, hier. Ja, het is een mooie stad. Lau, misschien vind ik hier wel ooit misschien mijn love of my life. Oh, het is misschien love of your leven. Ja, dit is het stadhuis en er is een steun. Lau, dat geeft uitleg. Ja, ik geef uitleg, maar... Laat de hotel de vrienden. Hij wel goed is zo. Ladies and gentlemen, may I present to you Le Notre Dame. Wow. Damn, dit is echt zo'n prachtig kunstwerk. Onvoorstelbaar. Het hele plein hier trouwens. Hier gaat er iemand uit zijn dak naar het dak natuurlijk. Hey. Jezus. Ja, ik had je niet eens gezien, weet je dat? Ik zit echt gewoon om me heen te kijken. Zit je lekker met je selfie stick gaan? Nou, weet je hoe leuk het beeld dan is? Zeg maar, je kan filmen met een soort van dichtbij. Maar hier, kijk. Hey. Je hebt die hele kale Notre Dame erop. I know, met mijn hand. Maar goed, je hebt het nog gezien. Allez, tu manges quoi? Wil je een crêpe avec confiture? Avec confiture. Confiture, ouais. Allez, bon appétit, mon chéri. Heel lekker hoor, deze. Wat erop komt te staan is amigos, amigos para siempre. Ja. En dat betekent vrienden voor het leven. Nee, vrienden voor altijd. Oh. En deze heb ik van jou gekregen. Ja. Dankjewel, schatje. Hallootje voor mijn beste vriendje.
Super mooi. Dus we zijn nu in de zaak. En we zijn nog steeds in Parijs. En we vonden het gewoon een heel goed idee om onze vriendschap te verzegelen. Ja. Dus jij neemt er een met het tijgeroogje, toch? Ja, jij hebt dan het zwart en ik heb dan de bruine steentjes. En Super leuk. Last meal. Last French meal. Wat ga jij eten? Jij hebt een moussaka. Ja, het ziet er echt super lekker uit en ik heb het nog nooit eerder gegeten. Nee, want mijn moeder die maakt dat heel vaak vroeger. Het is heel lekker. Het ziet er gewoon lekker uit. Het is met of aubergine of courgette. Mm. Aubergine is volgens mij. En ik heb een dorade. Ja. Oui, oui. C'est un fish uit Den Zee. Et voilà, petit. Lekker eten. Wat is die mooi, hè, in de nacht. Yes. Wat is die mooi. Prachtig dit. Oh, leuk. Wie ooit is, vond het niet zo mooi. Oh, het lampje zijn uit. Oh. Oh, dat was het die lichtshow. Wij hebben echt de meest perfecte gewoon afsluiter van deze trip gevonden. En hij staat hier. Tada! Ja, het geeft me eigenlijk best wel een happy feeling, Lau. Ja, het is zo bijzonder, hè, de Eiffeltoren. Ik heb deze echt nog nooit gezien. Nou, nu zie je hem in het echt, schat. Dit is hem. Niet meer en niet minder. Ik vind hem by night eigenlijk by far het mooist. Ja, zo net was er een lichtje. Ja, maar overdag is het een beetje een roesting. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nu is het echt zo'n light. Pff. Ja. Met van die stralen bovenop. Hey. Zo net was er een hele lichtshow, maar die ging net uit op het moment dat wij natuurlijk uitstapten uit de taxi. Nou, dat geeft allemaal niks. Mensenkinderen, wat is dit mooi. Even om deze reis met jou, Lau, toch af te sluiten, is dit wel echt een mooie afsluiter ever. No. Ik hechtte er niet zo heel veel waarde aan, maar toch stiekem vind ik het heel erg mooi. Het is echt heel cute en het ziet er heel romantisch uit. Dankjewel, Parijs. Ik ben het er helemaal mee eens. Every time a good idea. Doei doei. We houden het voor gezien. Dit was Parijs, jongens. Ik hoop dat jullie de vlog een beetje leuk vonden. Wij in ieder geval wel. Oh, wat een mooie trip. Echt fantastisch. Kort en krachtig, hè? Echt leuk. Ik heb voor mijn gevoel, ben ik echt 3 weken weer weg geweest. Minstens. Minstens. We hebben zoveel gedaan, zoveel gezien. Ja. En nu een metrootje. We pakken nu de metro naar... De busstop eigenlijk. Naar de busstop. En dan gaan we dan lekker naar huis. 7 uur lang. Maar het is donker, dus ik dacht, nou, dan doe ik het lekker hier. Ondergronds, in Parijs. Dan gaan we gewoon zo meteen in de bus proberen te slapen en dan worden we morgenochtend om 7 uur wakker en dan zijn we weer in Amsterdam. Ja, dat dacht je. Slapen in zo'n bus. Leuk. En dan morgen lekker werken. Maar goed. Jij moet gewoon werken, Freek. Ik moet gewoon. Maar dat heb ik er zo graag voor over. Natuurlijk. Ik vind dit soort dingen zo te gek. Als we om 7 uur thuis komen, kan je nog even, je begint om 12. Zo van, ja, daarom. Dan zou ik echt nog even 2-3 uurtjes gewoon pakken. Gewoon 2-3 uurtjes pakken. Douchen en douchen en werken. Denkbraakjes tekenen. Zo ben ik. Mensen, vonden jullie dit leuk? Doe even een duimpje omhoog. En vergeet alsjeblieft niet te abonneren. Ja, abonneren jongens. En zie je de volgende keer. Tot de volgende. Doei doei. Bye.